Allemaal kijkers, jullie ik ben Mark en we vragen weer met de architect. Vorige week ben ik hier gebleven, waarbij we, nou ja, nog steeds een klein probleempje hebben met de kastralen, maar die moet binnenkort gerepareerd worden, waarschijnlijk. En nou ja, de lijken is nog steeds hard bezig en alles. Behalve, we hebben nog behoorlijk veel lijken. En we hebben natuurlijk deze waarschuwing van de criminele nalatigheid. Maar hopelijk gaat het allemaal goed. We hebben in ieder geval dit helemaal af. En waar wil ik vandaag mee beginnen? Oh ja, hier de nieuwe gebied bouwen. En wat wil ik hier ook weer maken? Wat was dat? Dit gebied, wat wordt het ding? Geval iets. Moet ik even nadenken. Misschien de ziekenboeg? Ja, de ziekenboeg wil ik daarvan maken. Zodat dit gebied echt gewoon helemaal de... Tijdelijke zal is, want ja, zoveel persoontjes op één klein gebied. Dat, ja, dat is wel heel logisch. In ieder geval, hoe zit het met de krachtcentrale? Oh, de stroomregelingen die zijn nog stuk. Aha. In ieder geval, we krijgen nog eens zodat ik heerlijk een nieuwe gevangenen er weer bij. En even kijken. Ik zit er echt over na te denken om de volgende aflevering dan gewoon... ontsnappingsmodus te gaan proberen. Lijkt me wel een verstandig idee, denk ik. Dus dan ga ik dan de volgende aflevering doen. Dus dan ga ik vandaag gewoon nog eventjes een beetje deze muur even afmaken. Zodat we daar ook geen problemen meer hebben. Gewoon nog een klein beetje de kleine dingetjes nog doen. Om de veiligheid. Dus dat zal betekenen dat als ik hier word geplaatst ergens een keer. Dat ik dan heel makkelijk hier naartoe kan gaan. Dat is ontsnappen. Als ik nou hier ga zitten of hier. Ja, dan wordt het nog moeilijker. Maar dat moet allemaal goed komen, denk ik. Ik ga in ieder geval even bezig met de veilige omheining. Ik deel hier de poort naar weg. En dan moet ik dat ding natuurlijk ook aan gaan sluiten, lijkt mij. Kun je dan gewoon rechtdoor tekenen. Ongeveer daar zal het zijn, denk ik. Hoppakee. Daar komt dan dus die deur voor te zitten. Gaan wij dit ding even helemaal uittekenen zo ver als we kunnen. Misschien wel een handig idee om in ieder geval tot zover te gaan op een moment. Zodat we in ieder geval dit gebied ook secure hebben. Dat lijkt me wel een verstandig idee. Laten we dat eerst maar gewoon even doen. Maar mijn computer vindt het niet echt leuk. Veel mensen en alles. Wanneer dat bezig is, ga ik gewoon even kijken of we wat toevallig nog kunnen doen. De
Volgens mij zijn het ook sowieso maximaal 50 gevangenen, zoals ik hier kan zien, die gewoon geen cel krijgen. Dus dat betekent dat we hier nog niet genoeg aan hebben. Denk ik. Dan. Dat zal wel een logische reden zijn van waarom niet het werkt. Zo, dan hebben we in ieder geval dit gebied ook weer helemaal veilig gesteld. Oeh, misschien kan ik die leveringen nog wel even uitbreiden. Zo ja. Zo. Met dat ook al van helemaal gedaan. Hoe zit het eigenlijk met onze met de gevangenisbehoefte? Veiligheid is op oranje, dus die is wel hoog. En volgens mij ziet het er wel uit dat de kritieke behoeften wel omlaag gaan. Dat is wel top. Maar ik denk dat het grootste probleem gewoon hier zit, bij de tijdelijke gevangenis. Tijdelijke cel. Dus dan wil ik deze volgens mij dan hierin zetten, zodat dan hier van het hele gebied van de tijdelijke cel kan worden. Jezus. Dat zal dus ook zo lang gaan betekenen dat we wat meer van die bewakers moeten neerzetten dan, denk ik. Lijkenwagens, die komen wel mooi vol te zitten. Er is alleen eentje, helemaal de voorste, die het ophoudt. Op zich wel aan de ene kant wel goed. Dan hoeven er niet zoveel bijgespannen te worden, denk ik. Ja, deze die zijn allemaal nog leeg. Oh, ja, daar gaan ze. Nou. Dan komen we weer gewoon. Ze blijven daar besparen. Nou, nu kunnen ze dat weer helemaal opgevullen. Dat betekent in ieder geval wel dat we nu wat minder lijken in onze gevangenis hebben. Dus daarom vind ik, volgens mij is het in ieder geval wel wat smoeder aan het runnen. Niet zoveel lag dus. Zal de veilige omheining wel helemaal bijna klaar zijn? Eén stukje na dan. Gaan we het zo spelen? Barbed wire.
Dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid die ik kan doen. Of wel Bart Wyatt neerzetten. Zodat ze in ieder geval tot aan hier, of dit gebied in ieder geval, niet meer wat kunnen gebruiken. Waarom is dat stukje niet gras? Ik heb geen idee. Zo. Oké, even zien. Dit personeel wat dit is. Oh, personeel. Oh, wat is ook gewoon personeel. Zo. Oké, dus ze zijn al behoorlijk ver. Maar ja, ze zijn weer bezig met al die lijkwagens even een beetje aan het vullen. Is helemaal goed. Ik denk dat ik deze toch wel even ga sluiten. Volgesloten. Zodat het in ieder geval wel wat lekkerder draait. Zodat er niet gewoon heel het gevangenen bij komen terwijl er gewoon nog lijken liggen. Totdat de lijken weg zijn. Gewoon nog allemaal. Dat pas neem ik weer gewoon gevangen aan. Oh, verdomme. Ga je het toch niet menen? Niet nu. De laatste paar uurtjes. De laatste 3 uur. Waar zijn ze aan het rellen? Waar de fuck zijn ze aan het rellen? Oh, ja, daar, vaak. Oh, daar gaat er nog één. Rip. Ik zei dat ik de volgende aflevering in ieder geval. Oh fuck! Kom op, ophouden met die rellen! Ik wil niet deze aflevering al beginnen met die fucking. Ding. Oeh. Er had niet meer dichterbij kunnen zijn dan dit ooit. Mamma mia, pizzeria. Dus in 1 minuut 30 mogen geen mensen meer doodgaan. Er zijn gewoon 2 bewakers doodgegaan. Jezus. ...182 mensen hebben een medische verzorging nodig. Kip. Oké, nog 1 uurtje. Zodat het 1 uurtje nog geen doden kunnen hebben, dan is het prima. Dat zal gewoon kut zijn. De laatste minuut, nog 1 sterven. Eentje die sterft. Yes! Nu kan ik alleen niet zien waar ik al die bewakingstorens neer wil zetten. Moet ik even wel wachten dan, denk ik. Kan ik ook even zien of er toevallig nog... of er nog gevangenen zijn die aan het graven zijn geweest toevallig.
Dan kan ik natuurlijk zo lang ook nog wat meer scherpschutters aannemen. Dat is natuurlijk ook wel handig. Dus ik in ieder geval in dit gebied waar mijn muis zit nog snipertorens neerzet, dan is het op zich daar wel veilig. Niet dat het niet was of zo, maar. Je kunt het beter te veel hebben dan te weinig. Ik zit even te denken, want volgens mij zitten we al bijna aan de 50ste aflevering. Dus misschien dat ik dan een geheel nieuwe gevangenis ga beginnen. Na de 50ste gewoon een hele nieuwe gevangenis, want deze lag, dat is ook niet echt fijn om mee te werken. Dus even kijken hoeveel. Hoeveel is de gevangenis waard? 2 miljoen. Dat is op zich nog behoorlijk wat. Dan gewoon nog de laatste dingetjes gaat doen. Dus bijvoorbeeld de minimum beveiligde gevangenen. Dat ik dat gebied nog even bij uitbrei. En dan verkoop. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Nu ga ik twijfelen. Zal ik dan gewoon de volgende aflevering dan ontsnappen? Of naar de 50ste aflevering? Ik denk gewoon eerst even de gevangenis afmaken. En dan nog eventjes een paar afleveringen gaan ontsnappen. Ik weet niet precies, volgens mij zit ik aan de 46e aflevering of zo. Dus dan heb ik sowieso nog even de tijd om in ieder geval dit gebied even erbij te bouwen. Dan zou het wel goed moeten zijn, toch? Dan heb ik sowieso nog iets van 2 afleveringen. Waarbij ik dan dus kan ontsnappen. Oké, nu kan ik wel wat zien, dus ik kan nu. Je bent bezig met die snijpertorens. Oké, ik zet er dus eentje hier neer. De tweede zet ik hier neer. De derde hier. De vierde hier. En dan de vijfde hier. Dus dan heb ik er gewoon 5 eigenlijk nodig. Ik heb nog op 25 aan. Oh ja, moet ik wel wat meer geld hebben, maar als ik geld heb, dan kan het. Oké, hier word ik niet echt heel blij van. Dat die barbed wire zo erop zit. Dat zal vast niet veel boeien, maar oké. Waarom ligt hier een lijk? Waarom daar op dat punt? Even denken. Ga ik toch gewoon tot aan de 1100 constant blijven doen. Want dan kan ik dat gewoon gebruiken voor meer geld. Zoals nu, dan krijg ik gelijk gevangenen binnen. Even kijken.
Dat gaat me nog behoorlijk wat geld kosten. Nee. Ik denk dat ik maar eerst moet beginnen met deze gang. Als ik geld heb. En dan met die tijden, of met die ziekenhuis en zo. Ah, er komt weer een binnenkort een gevangene voor de dodencel. Oh, weer een sterfgeval. Caprino's. Jullie dan niet allemaal op een hoopje. Dan kunnen er 4 in 1 lijken wagen. En dan gaan ze denken van, oh ja, dan kunnen er wel 7 in. Nee, zo werkt dat niet. Ja, die is natuurlijk nog niet geconnect, hè. Zo, nu gaan die wagentjes ook allemaal weer verder. Ik vind het alleen vaag dat hier nog zoveel materiaal ligt. Allemaal ongesorteerde post. Man, 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 hoeveel lijken hebben we toch wel niet echt? Dat is onnodig veel. Deze persoontjes die verhongeren allemaal. Bijna allemaal. Hoe gaan we dat probleem even oplossen dan? Waarschijnlijk gaan er daarom zoveel mensen dood. Omdat deze gevangenen gewoon niks te eten krijgen. Misschien is dat wel het punt.
Misschien gewoon maar gemeenschappelijk neerzetten. Zodat deze natuurlijk ook allemaal niet zoveel hoeft te lopen. Ach ja, in ieder geval, ik ga deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer weer. Later.